Een goedemiddag, welkom in Club Noblesse. Een bubbelbad, champagne en vooral meisjes van plezier. Dit is Club Noblesse in Haps. Een luxueuze seksclub zoals die er 14 jaar geleden nog honderden waren in Brabant. Nou, dit is een grote ruimte. Er zijn ook wel soms twee mannen die met twee meisjes willen. Dus heb je wel de ruimte nodig. De tijd dat dergelijke seksclubs 7 dagen per week vol zaten is voorbij. Tot 14 jaar geleden werden bordelen gedoogd, net als coffeeshops. In 2000 werden seksclubs gelegaliseerd. In 2000 met de legalisatie waren er ongeveer 1350 bedrijven. Dat waren dan de clubs en de privéhuizen en een enkel escortbedrijf. Nu is er veel meer escort, maar we komen niet verder als 250 bedrijven ongeveer met een vergunning. Toch is er volgens de branchevereniging niet minder prostitutie dan voor de eeuwwisseling. Alleen werkt een steeds groter deel van de seksaanbieders illegaal. Dat is financieel aantrekkelijk voor de klanten en de prostituees. Ze kunnen in Duitsland, België overal zwart werken. En ze gaan via internet, ze gaan bij hotels, alles. Dus ja, en ga daar maar tegen op boksen. Je verdient op slag 2 keer zoveel als je in een illegaal circuit je werk gaat zoeken. Waar Club Noblesse 10 jaar geleden nog een kleine 20 meisjes op een avond had rondlopen, zijn ze nu al blij met 6 of 7 prostituees op een avond. Ja, wat betekent dit voor de seksclubs in onze provincie? Sterven die uit? Gaat het rode lichtje uit in Brabant? Nee, het gaat nooit helemaal uit. Er blijven altijd een aantal bedrijven overeind. En als het aan Rita ligt, dan is Club Noblesse er daar één van. Mensen komen niet alleen voor de seks, ze komen ook voor de gezelligheid, de sfeer. Ik ben een soort moeder hier voor de jongens die hier ook komen en de klanten. Ik ken de namen natuurlijk. Ja, van alles wat, ja. Wel moeder met andere cadeautjes dan de gemiddelde moeder dan, hè? Ik heb veel zonen hier, laat ik zo zeggen. Ja, heel veel zonen.